Hallo mensen, welkom bij een nieuwe game, namelijk Project Cars. Niet alleen een nieuwe game, ook een nieuw stuur. Ik heb namelijk recent de Logitech G25 stuurwiel, shifter, gaspedaal, al dat soort dingen. Dat is natuurlijk een set. Hebben gekocht en, oh nee, niet dat filmpje. Ja, het is een nieuwe game, dus natuurlijk een nieuwe video. En we gaan gewoon met de carrière beginnen. En ik heb een carrière in tier 8. Ik snap wat de kalender doet. Het is een kart, een lichte kart. En hier you can see all the sessions that take place. Ik moet racen. En sprint race en main race is er. Oké. En ik ga zeggen 25% van de races wil ik spelen. En ja, niet al te moeilijk doen, gewoon spelen. Al dit soort geluiden zoals dit, dat is van het stuur. Spijt me voor dat. Okay. Oké, ik vertrok wel al, maar het was blijkbaar geen valse start. Ik zat tenminste niet direct laatste. Jeetje. Wat gebeurde daar? Ik kwam volgens mij op zijn kart te liggen met mijn, de voorkant van mijn kart. En ik had al een paar keer geoefend in deze kart, alleen dat deed ik dan op een normaal circuit. Het was toch altijd wel een heel stuk makkelijker als dit nu. Er zit veel meer bochten. Het is echt moeilijker dan ik had verwacht. Ook omdat ik mijn koppeling als rempedaal aan het gebruiken ben. Hè. Dat werkt niet. Poging 2. Hij gaat gewoon uit zichzelf reden. Dat hoort niet. Die gozer voor me die redt niet bepaald snel weg. En nu wel het rempedaal gebruiken. Sorry. Ik heb er ook een paar nieuw in dit gebeuren. Dit is een schakelkart, maar ja, oké. Ik wou zeggen, moet je überhaupt wel schakelen? Oh, ja, inhalen. Zo. Oh, dat was het alweer. Ik heb iemand ingehaald. En ik ben niet ingehaald. Ik ben gewoon derde geworden. Ja. Ik kan het wel. Oké, top. Derde. Oké. Oké. Het is nogal een rot stem van die mevrouw. Dus daarom spoel ik het door. En het wordt een beetje saai als het de hele tijd dat gepraat wordt. Wat in het begin is. Oh. Oké. Dat heb ik weer hoor.
denk ik, oh, ik moet blijkbaar toch mijn koppeling intrappen. En dan blaas ik mijn motor op. Koppeling is in. Nu wel. Op het gras, dan gaat het fout. Ik zeg niet op het gras, goed zo, ja. Inhalen. Waren het al 3 rondes, hè? Ja. Dat betekent dat ik nu 2 zit, shit. Oké, het was helemaal eerlijk hoe ik daar de eerste plaats verkreeg. Ik denk eigenlijk dat ik hem niet lang hou. Toch wel. De force feedback is heel sterk. Jullie merken dat natuurlijk niet, omdat jullie dit stuur niet vasthouden. Maar de force feedback met deze kart is echt heel hard. Dat is natuurlijk wel realistisch, want dat is het ook. Het is niet veel meer als een chassis, wielen en eigenlijk een veel te sterke motor, denk ik, voor een chassis. Maar toch win ik. Vrij makkelijk. Met 4 seconden voorsprong. Ik zeur er niet over dat het makkelijk is. Ik vind het alleen maar heel fijn. Oh, ik dacht heel veel dat ik alsnog derde was geworden. Wat niet kon. Ja! Het is heel close. Namelijk 25 punten voor mij. 24 voor de tweede. En 23 voor de derde. En daarna zakken ze lekker af. Het is toch wel zielig als je 0 punten hebt na 2 races. Maar goed. Ik heb nu dit gedaan. Ik vond het alleen een beetje kort voor 1 video. Dus ga ik, oh, dat zou ik niet. Ga ik jullie even iets leuks laten zien. Tenminste, als ik de auto kan besturen. Welke auto zal ik nemen? Deze auto rijdt best lekker de vorige keer dat ik hem gebruikte. En ik hoop dat mijn stem een beetje goed opgepakt werd. Want ik merk nu pas dat de microfoon de hele tijd hier achter mijn hoofd ging. Als ik zo naar voren ging. Maar goed. We gaan into drive. Lekker. Is een oudere auto dit. Zo, met de haltgeschakelde bakken, dat blijft de Nürburgring. Dus het is nogal bochtig aan het begin. Misschien had ik maar beter terug kunnen gaan in mijn 1. Maar ik houd hem. Dat ging niet helemaal volgens plan. Zoals de echte autofanatieken onder jullie wel hadden gesnapt. Dat was een mooie schakeling. Iets te zacht. Ja, ik zei iets te zacht geremd, maar zeg maar gerust gewoon echt heel veel te zacht geremd. Gewoon echt wel heel behoorlijk slecht. Hand aan het stuur. Handen aan het stuur. Zoals ik net al zei, de force feedback. Oh, is
sterk. Bijna had ik hem nog. Weer drukte ik de koppeling in. Om te remmen. Ga je nog starten? Oh. Ging de motor weer. Daar ging de motor weer. Zoals ik zei, ik hoop dat het leuk wordt. En het is afhankelijk van hoe goed ik het doe. Dit stuk doe ik het altijd best redelijk. Tot ik hier kom. Hier gaat het dan altijd minder goed. Dan gaat het nu ook best redelijk. Deze auto heeft maar de vierde versnelling. Ik probeerde naar zijn vijf te gaan. Dat kostte behoorlijk wat tijd. En weer door deze bocht. En om naar de bocht naar rechts en van het circuit af. Nu echt van het circuit af. Oh. Daar ging de motor weer. Ik moet zeggen, het gaat steeds beter. Je moet een beetje gewend raken aan de handgeschakelde bak. Oh, ik zet er minstens 2. Dat vind ik wel jammer aan de schakelbak van deze G25. Het is niet net zo makkelijk als in een echte auto om de versnelling te vinden. In een echte auto heb ik nou ook geen moeite om de goede versnelling te vinden. Maar hierin wel. Weer de rem, koppeling ingedrukt. Denken dat het de rem was. Omdat ik mijn vorige stuur mijn linkervoet gebruikte. Om te remmen. Zoals jullie zien, ik doe het echt heel slecht. Ik weet niet eens hoe ik af te remmen. Om door die bocht te komen. Dus jullie zien, voordat ik verder dan de kart mag, heb ik nog heel wat oefening nodig. Maar één dingetje, waarvan ik vrij zeker ben dat praktisch iedereen het leuk vindt. Een burn-out, alleen doet deze auto dat niet. We laten hem lekker uitrollen. Zet de motor uit, hoop ik. En ik ga jullie bedanken, want dat is het einde van deze video. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende video.